Deze partij wil u waarschijnlijk gewoon geen twijfel over laten bestaan wie er gaat winnen. Wat ga jij brengen, de 29e, om daar duidelijk een punt achter te zetten? Ja, ik sla me gewoon neer deze keer. Zo simpel is het. Wat zegt hij? Ibrahim, laat je dat gebeuren. Ja, dat is makkelijker gezegd dan vandaan, zeg ik. Praatjes voor geen gaatjes. Heel simpel. Ja, de laatste keer ook praatjes. Ja, je had de laatste 6 wedstrijden volgens mij 1 keer gewonnen en dat was het. Ja, dat tegen was toppers, niet tegen mij. Tegen toppers, niet tegen B-klassers. Ja. Dan hoor jij ook bij een B-klasser. Dat was zo. Ja, dat heb ik de laatste keer gezien. Maar volgens mij was die dag maar een maand in de loop waren, vriend. Ja, ja. En ging je neer tegen een B-klasser. Ik heb heerlijk geslapen die dat ik tegen hem vecht, absoluut niet. Het is meer voor mijn eigen publiek. Ik wil laten zien dat ik sterker dan ooit ben. Het is in mijn eigen stad. Dus die titel blijft hier. Ja, ja! Inshallah! Ja, ja! Oké, hooligan. Oké, om nog even Ibo daar nog even op terug te haken. Hoe heb jij je eigenlijk gevoeld onder het feit dat er toen een protest is ingediend en jij daar eigenlijk helemaal van Lalune van af wist? Ja, ik heb me niet echt mee veel druk om gemaakt. De volgende partij stond al vast. Dus ik ben gewoon door gaan trainen voor mijn volgende partij. En mijn handen gingen de lucht in die avond. Dus ja, dat zit. En kijk, het is natuurlijk zo, Philip, er werd natuurlijk toen naar jou werd. Ik kom maar even nog dat AC naar boven te halen. Bij jou werd er natuurlijk ook gesuggereerd dat je vader toen daar in de bond zat en zo. Dus ja, je weet zelf, geef er eens antwoord op. Zal dat de reden zijn van protest? Ten eerste word ik bestolen door mijn eigen bond, dus dat heeft niets met mijn vader te maken, want dan zouden ze de overwinning niet aan hem geven. Dus ik denk dat dat een eerlijke bond is. Ten tweede, mijn vader heeft niets met die bond te maken. Die is nationale trainer, die heeft alleen maar problemen met de bond. Dus dat zijn allemaal feiten daarnaast en dat is achteraf. Dus, ze hebben zijn handen in de lucht gestoken, het publiek heeft voor mij gejuicht. Deze keer doen we het gewoon terug en we zullen zien wie de beste is. Ik heb deze keer 5 rondjes in plaats van 3. Dus we kijken dan wel. En al de rest dat gebeurt, is daar heb ik ook mezelf niet over uitgelaten. Dat interesseert me allemaal. Die protesten achteraf, daar ben ik niks mee. Ze hebben zijn arm omhoog gestoken. Dit termijn. Het publiek heeft voor mij gejuicht. Dat was het belangrijkste. Oké, dankjewel. Ivo, in ieder geval wensen we je wedstrijd. Blijf in de stad ook.